Nou, dat zijn bespiegelingen die de heren nu dan maar eens waar moeten maken. Bos tegen Sighel. Pardon, tegen Adeberg natuurlijk. Die u hier in de buitenbocht ziet rijden. Thomas Bos heeft de persoonlijk beste prestatie staan van 6:55,27. 7 seconden sneller dan het persoonlijk record van Adeberg. De opening is voor Bos de snelste tot nu toe. 19:08. Hij is de eerste die opent onder de 20 seconden. Gedurfd of zelfmoord? Geen zelfmoord, absoluut niet. Hij heeft in Davos een beetje rust gekregen. Had naar de 10 kilometer van het afstandskampioenschap duidelijk moeite om hem te herstellen. Hij heeft er veel tijd aan verloren. Het is ontzettend diep gegaan om zich ook te plaatsen voor de Europese kampioenschappen. Maar ik denk dat Thomas het aan moet kunnen. 6:55 lijkt me een tijd waar hij vandaag onder zou moeten kunnen rijden. Zeker voor het klassement. Benieuwd naar de eerste volle rondetijd voor Thomas. Die gaat in 33:03, dus netjes. Tussentijd is daarvan het resultaat 53:15. En daarmee is hij nu al 1:14 seconden sneller dan Roberto Sighel. De Italiaan die tot nu toe de snelste was. Ja, Sighel begon zijn rit vrij langzaam. Reed hem 133 in het begin en begon daarna 32 te rijden. En hield hij sterk voor. En Thomas moet eigenlijk nu al een beetje naar die 32. Een hele lage 33 toe. 33:03 is misschien net even te langzaam. Op weg naar de kilometertijd. De heren zij aan zij. Nauwelijks verschil. Lichte voorsprong. 200 van een seconde voor de Oost-Duitser. 33:04 is de rondetijd voor Bos. Een beetje aan de hoge kant. Ja, zijn sterkste afstand is misschien toch wel die 10 kilometer. 14:19. Prima tijd. Hij rijdt technisch ook een beetje anders dan die andere jongens. Hij zit wat hoger, hij zit natuurlijk wat langer en het is wat slungeliger. Maar zeker niet slecht. Maar voorlopig is hij Adeberg absoluut nog niet kwijt, integendeel. Bos noteert 1:59,2 na 1400 meter, maar de rondetijd van 32:07, daar gaat de aandacht naar uit. Want dat is goed. Als hij op deze manier door kan blijven gaan, dan komt er alsnog iets heel moois tevoorschijn op dit gladde ijs van Tjalf. Ja, dus een prima rondje. Gaat nu ook gelijk 1,5 seconde onder het schema van Sighel. Die ging hierna ook 32ers rijden. We mogen aannemen dat Thomas het nu vast zou gaan houden. Op weg naar de 1800 meter. Rondje 32:09 voor Thomas. Tussentijd 2:32,1. 1,5 seconde sneller dan Sighel. En hij zal hier een persoonlijk record moeten rijden om mee te gaan in het klassement. 500 was natuurlijk prima. En de ambiance is er niet voor fantastisch voor ons. Het is weer voortreffelijk om hier in Heerenveen te zijn. Opvallend overigens dat Peter Adeberg goed meegaat. Er werd voortdurend geroepen dat die Oost-Duitsers ziek zouden zijn geweest. De vorm niet zouden hebben. Voorlopig wijst het op een andere richting. 3:05,2 voor beide rijders. Met een ronde 33:1 nu weer voor Thomas. En daarmee verliest hij dan ten opzichte van het schema van Sighel, waarop hij nu nog 1:13 seconden voorsprong heeft. Sighel die een eindtijd realiseerde van net onder de 6:55. ...2600 meter komt eraan. Nog steeds is er nauwelijks enig verschil tussen Bos en Adeberg. Bos 3:38,1 rond 32:9. Dan weer net boven, dan weer net onder die 33. Ik zie ook duidelijk het verschil in techniek. Thomas swingt een beetje heen en weer. Terwijl de Oost-Duitser puur zijn been alleen maar opzij duwt. Komt niet echt over. Je kunt het goed zien. Thomas swingt wat meer heen en weer. En hij strekt alleen maar naar buiten uit. Bovenlichaam blijft recht naar voren. 4:10,7, rondje 32:6 voor Thomas nu weer. En daar is Kroop, de man die zo tevreden terug kan kijken op die 500 meter. En nu het schema van 6:56 aangeeft voor Thomas Bos. Een schema wat op grond van de tot nu toe gerealiseerde tussentijden nog zeker tot de mogelijkheden behoort. De 3400 meter passage komt in zicht, terwijl Bos nu toch wat afstand neemt van Adeberg. Kijk maar. 4:43,2 na een ronde van 32:5. En dat wordt meteen opgepikt door het publiek. En die 4:43,2 is 1,16 seconde sneller dan Roberto Sighel. Het lijkt of hij verwacht heeft. Het gaat nu ook een beetje feller. Pusht. Je moet natuurlijk ook niet te snel beginnen op zijn baan. Dat kan je je kop kosten. 3800 meter. Rondetijd. Thomas Bos 32,7. Goed. Tussentijd 5,15,9. Dan kijken ze het verschil met Adeberg groeit. En het verschil met Sighel blijft hetzelfde. Maar het moet heerlijk zijn om zo aangemoedigd te worden. Ja, ik denk dat deze jongens dat zeker nog nooit zo meegemaakt hebben. Je hoort het ook een beetje aan het publiek. Thomas is een nieuwe naam. Maar heeft er wat moeite mee om dat te gaan roepen. Ja, maar voor zo'n rijder moet het fantastisch zijn. Het is wat moeilijk in het ritme die naam. Ja. Maar goed, dat zijn problemen die Thomas Bos niet als zodanig zal ervaren. Hij gaat op weg naar de 4200 meter. Neemt een grotere voorsprong op Adeberg. Klopt 33 blank. En een tussentijd van 5,48,9. Nu nog precies 1 seconde sneller dan Sighel. En dat zal om Sighel in het klassement te passeren dus niet genoeg zijn voorlopig. En de 8,9 seconden die hij zou moeten winnen op Adeberg zijn ook nog niet bereikt. Maar Sighel bleef hier 32 is rijden, 32,5. Thomas krijgt het nu toch een beetje moeilijker. Mondje gaat wat open. Begint wat moeilijker te kijken. De bel zal luiden voor Thomas Bos. Na 6,21,6 en een rondje van 32,7 nu weer. En wat doet Kroop? Kijk, kijk, kijk. 6,53. Schiet op. Dan haal hij dat nog, zegt Kroop. Dan moet hij inderdaad opschieten. De snelste tijd tot nu toe was die van Sighel. Nog eventjes in de herinnering terug. 6,54,97. En hier komt Thomas Bos in een tijd van 6,54,51. Een nieuw persoonlijk record voor de Hagenaar. De snelste tijd tot nu toe. Slotronde van 32,9. En 7,01,11 voor Peter Adeberg. En daarmee komt dus Bos lekker in de buurt van een klassement van en Sighel en Adeberg. Ja, toch knap doorgegaan het laatste stuk. Ging even naar een 33er toe. En knopte zich terug naar een 32er. Tussenstand van die 5 kilometer. Bos staat daar met de snelste tijd voorlopig. Sighel, Treuger verrassend nog hoog. Adeberg, de teleurstellende Russen. Ja, en die tijden, ach, die tellen eigenlijk niet meer mee. Die kunnen we in de loop van de avond rustig gaan vergeten. 2 persoonlijke records voor Thomas Bos. En dan reed je toch een heel goed toernooi.